Mijn naam is Idali en ik doe vandaag een vluggetje met Excite, you know, skrit. Welk optreden of festival staat nog op mijn bucketlist? Ik zou heel graag een keer op Lowlands willen staan. In welke videoclip zou ik de hoofdrol willen spelen? Eentje waar Rihanna heel weinig kleren aan heeft. Ik heb stiekem en tegelijkertijd ook openlijk een crush op Rihanna. Ik heb een hekel aan mensen die overal een hekel aan hebben. Wanneer braken er voor mij andere tijden aan? Vanaf mijn laatste EP Andere Tijden, check die shit. Mijn nieuwe single Wine Slow en mijn nieuwe remix met Bissy, Ronnie Flex en Famke Louise. Shawty wine voor mijn laag, 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 laag. Meisje, wat gaan we doen, 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 doen. Ik wil nog samenwerken met Drake. Wat doe ik meestal als de club dicht gaat? Nou, dan ga ik lekker naar huis. Ik ben een normale jongen. Waar zie ik mezelf over 5 jaar? Ik denk in het eerste van Ajax. Hoe lang sta ik 's ochtends voor de spiegel? Nou, eigenlijk niet zo heel lang. Het is gewoon één keer kijken of het allemaal nog rechtop staat en dan ben ik weg. Onder de douche zing ik mee met Luther Vandross. I can't feel myself, I don't want nobody else to ever love me. You are my shining star, my guiding light, my love fantasy. Produceren of rappen? Dan denk ik toch produceren en rappen. Wine slow of wine fast? Ik denk toch wine slow, ja. Check die shit. Andere tijden in 3 woorden. Heel veel geld. Mijn muzikale ontwikkeling in 3 woorden. Super viraal. Dat zijn er 2, maar dat is wel wat het is. Ideale vrouw in 3 woorden. Dat zou zijn slim, knap en een beetje dom ook. Ik geef te veel geld uit aan bullshit. De hardste Nederlandse rapper vind ik... Dat is een gedeelde eerste plek tussen Bokusam en Ronnie Flex. Wat is mijn beste of slechtste openingszin? Wil je op vakantie, want je mag wel op een D-reizen. Dit was het vluggetje met Idali. Like en abonneer alsjeblieft op de accounts van Excite Gang Shit.